Van Loen. Scholten. En Blinken. Scoort. Van grote afstanden. En dat doet pijn bij Sparta. Dat thuis nog niet verloren heeft, maar hier in de vierde minuut na rust 2-1 achter komt. Kiprić. Voor je 1-2. Leek het te worden. Maar Kiprić gelooft het er zelf eigenlijk niet in. Blinken. Goeie goal van Blinken. Even de dreiging van het paasje naar Kiprić. En dan de buitenkant voet. Boom. Raak. Heel knap gemaakt ook dit doelpunt. Van Loen mag door. Geen buitenspel. Wordt het dan 2-0 of legt hij het probleem op de schoen van Blinker? Blinker trapt de tweede treffer binnen. De bevrijdende goal voor Feyenoord. Van Loen. Bos. Met Lemty. Blinker in de kleine ruimte. Te kleine ruimte. En de kans voor Blinker en de score. Eerste corner van Feyenoord van de avond. Witsche. Blinker scoort. Zat te wachten, waar we op zaten te wachten. Iwan is niet buitenspel op de paas van Larsson. Daar is Obiku. Dat had het moeten wezen. Blinker nog. Scoort. Het was feitelijk de tweede echt goede aanval van Feyenoord. Tot bij Obiku die op aangeven van Iwan op de paal schiet. Dan wordt de bal niet goed verwerkt door Emerald. En is daar Regi Blinker. Die legt alles in dit schot. ...2-0 is genoeg om te overleven in het Europa Cup-toernooi. 3-0 zou prettig zijn. Hier komt de kans. Hier is hij. Mooie goal. Blinker. Van Gommel begint aan zijn zoveelste rush. Blinker, prachtige goal. In de blessuretijd van de eerste helft. Klaus en Blinker, Feyenoord naar 2-0. De Gommel gaat weer aan de haal. Pas met Larsson. En de afvallende bal is voor Blinker. En die zuigt van de goal. 2-0 Feyenoord. Goed meegenomen, Talent. Of Blinker mag het doen. 2-0. Talent keek toe aan de rechterkant en Blinker kwam voorbij en kon intikken. 2-0 voor Feyenoord. Geert Meijer geniet. Blinker zorgt voor 2-0. Nadat Kiprić eigenlijk de keuze had tussen de man op rechts en die op links. Daar komt Blinker. En ook hij tilt hem over die snelvallende Roda heen.